We hebben nog één vraag op de agenda over DVB-T. Meneer Van Daal heeft uw vraag ingediend en hij krijgt bij deze het woord. Dank u, voorzitter. Meneer minister, het stopzetten van uitzendingen door de VRT via DVB-T werd al enkele keren besproken in deze commissie, maar de beslissing blijft vele mensen blijkbaar beroeren. We stellen vast dat, we zien dat aan de vele mails die we krijgen, dat de gebruikers weinig of niet op de hoogte zijn van de stopzetting en de aangeboden alternatieven. In antwoord op mijn vraag van 31 mei in deze commissie, meldde u dat de VRT zou nagaan hoe zij nog verder kon communiceren over de afschakeling van DVB-T. En ook op 12 juli antwoordde u op de vraag van collega Caron dat u de VRT gewezen had en zou blijven wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de noodzaak hierover afdoende te communiceren, als ook het proces van de afschakeling zo goed mogelijk te begeleiden. Het is dan ook vreemd, misschien wel bijzonder vreemd, dat we blijvend mails krijgen, ik denk dat dat ook geldt voor de collega's, van gebruikers die ogenschijnlijk nog van niks weten en het gebrek aan communicatie aankaarten. Daarnaast werd de app van VRT gepresenteerd als volwaardig alternatief, maar ook hier kregen DVB-T-gebruikers nog geen communicatie over. Ik weet wel, je kunt die natuurlijk niet afleiden, dus je moet breed communiceren om die te bereiken. Maar nu bereiken ons ook signalen dat het VRT nu niet compatibel zou zijn met de gangbare Europese standaard voor slimme tv-toestellen, HBBTV. Ik heb dus een aantal vragen. Eén, heeft de VRT al breed en gericht gecommuniceerd omtrent de stopzetting van het aanbod via DVB-T en zo ja, op welke manier? Twee, welke acties met betrekking tot communicatie zal de VRT in de toekomst nog ondernemen? En drie, voorzitter, klopt het dat VRT nu niet compatibel is met die gangbare Europese standaard? En zo ja, als dat zo is, kan de VRT iets ondernemen om dit op te lossen? En is daar een deadline voor? Dank u. Dank u wel, meneer minister. Dus de eerste vraag, wat is er al gebeurd qua communicatie? Er is voor eerst na de beslissing van 17 mei door de VRT om de DVB-T-uitzendingen stop te zetten, onmiddellijk gecommuniceerd door de VRT. Dat gebeurde aan de hand van een persbericht en aan de hand van berichten op social media. Verschillende media hebben ook als gevolg van de VRT-communicatie over de afschakeling bericht. De openbare omroep publiceerde op haar bedrijfswebsite vrt.be tegelijk ook duidelijke informatie over deze afschakeling, inclusief een uitgebreide lijst van vragen en antwoorden. Recentelijk werd de informatie op vrt.be nog uitgebreid met aanvullende informatie. De VRT-merken verwijzen regelmatig naar het aanbod op VRT nu als alternatief voor DVB-T. En dat zal ook blijven gebeuren in de komende maanden en jaren. De VRT heeft bovendien regelmatig campagnes ter promotie van het gratis aanbod van VRT nu. Wat zal er in de toekomst nog gebeuren? Uw tweede vraag, meneer Van Dalen. De VRT plant momenteel om verder te informeren rond de afschakeling op volgende manieren. Als meest efficiënt gerichte communicatie zullen de DVB-T-gebruikers vanaf begin november, dus enkele weken in aanloop van de afschakeling, regelmatig een tekst te zien krijgen met een boodschap omtrent de afschakeling. En dat is dus een bannertekst, een ticker genaamd. De VRT zal verder via haar eigen kanalen, websites, sociale media en dergelijke meer, de DVB-T-kijkers informeren over deze afschakeling. En tot slot ook de VRT-klantendienst blijft als eerste lijnsdienst de kijkers informeren over de alternatieve manieren om televisie te kijken. Dan uw derde vraag, die compatibiliteit met HBBT-TV. Voor de mensen die nog niet ingewijd zijn, HBBTV staat voor Hybrid Broadcast Broadband Television. Het hybride model van HBBTV bestaat erin dat lineair televisieaanbod via platformen zoals DVB-T, maar ook satelliet en kabel, verwijst naar online platformen, zoals dan VRT nu, voor gelieerde content. Dat wil zeggen, programma's die aansluiten bij het programma van waar hij of zij op dat moment naar kijkt. De gebruiker wordt dan via een menu van zijn Smart TV doorverwezen naar andere relevante programma's. En dat is dan bijvoorbeeld het omgekeerde van het doorsturen van het VRT nu signaal naar een televisietoestel, bijvoorbeeld via Chromecast. Het DVB-T-platform voorziet vandaag niet de HBB-TV-mogelijkheid waar verwezen kan worden naar VRT nu. Dat klopt dus. De HBB-TV-mechanismen zijn bij gevolg niet van toepassing voor VRT nu. Aangezien VRT het DVB-T-platform verlaat, dat is dus het enige lineaire platform in eigen beheer,
Is de HBB-TV-case niet relevant? VRT heeft daar dus geen verdere plannen meer mee. VRT Nu videocontent is thans beschikbaar door middel van de VRT Nu app, de VRT Nu website en van daaruit via Google Chromecast met het Chromecast-icoontje of Apple TV, AirPlay van op je Apple device. En dit functioneert thans beter, met ook betere functionaliteiten zoals ondertiteling en audiodescriptie. VRT Nu op Smart TV wordt op dit ogenblik enkel geondersteund onder wat men noemt best efforts. De VRT klantendienst helpt daarbij klanten met vragen over hun Smart TV verder. Bijvoorbeeld door contactnamen met leveranciers. Er wordt door de VRT verder onderzocht hoe de ondersteuning voor Smart TV's geoptimaliseerd kan worden. Ik hoop dat ik u daarmee voldoende antwoorden gegeven heb. Meneer Van Dalen. Inderdaad, minister. Ik denk dat het antwoord voorlopig voldoende is en dat we gaan kijken hoeveel mails we hierover nog krijgen in de toekomst. Dank u. Als die willen aansluiten? Nee. Mevrouw Segers? Mevrouw Brouwers? Mevrouw Segers? Nee? Mevrouw Brouwers? Ja, ja. Vier wel, dan krijg ik de opmerking dat ik aandring, ja. Die in zwart is Segers, die in het groen is Brouwers. Ja, is dat mij? Ah ja, oké. Nee, gewoon, dat is nu niet de eerste keer dat we het hierover hebben. Dat blijft natuurlijk aanslepen. Het is ook nog niet van toepassing, hè, de afschaffing. Maar ik heb zo het idee dat er altijd andere antwoorden op komen. Dan gaat dit technisch niet, dan gaat dat technisch weer niet. Het aantal mensen dat de DVB-T kijkt, de ene keer is het zus, dan blijkt het toch meer te zijn. Wij worden daar op Twitter regelmatig op bevraagd. En je weet op de duur ook niet meer, omdat het een vrij technisch iets is, wat hij daarop moet antwoorden. We zullen vanaf nu de antwoorden van de minister kopiëren en op Twitter zetten. Maar ja... We stellen het ons toch vragen wat het effect op het terrein gaat zijn eens dat de afschaffing er is en of er toch niet meer mensen daarvan het slachtoffer zullen zijn dan dat we oorspronkelijk dachten en of de alternatieven wel voldoende gaan werken. Want dan krijg je zo van die Twitter-discussies over kabeltjes die niet werken en zo. En ik heb er een heel onbehaaglijk gevoel bij. En we krijgen hier telkens zo stukjes van antwoorden. Ook dit dossier vraag ik mij toch af in welke mate... Ja, de VRT daar onmiddellijk alles heeft gezegd wat we moesten weten. Het spijt me dat ik het zo straf moet uiten, maar het geeft ook een heel onbehagelijk gevoel. Ja, mevrouw Segers. Ja, ik inderdaad, niet alleen op Twitter, maar ook via mails. Ze blijven eigenlijk toestromen, dus deze zaak beroert toch wel een pak meer mensen dan dat de VRT waarschijnlijk zelf had ingeschat. Ook alleen al het aantal, over het aantal DVB-T-kijkers is er al discussie. Het cijfer dat daar de VRT gaf, lag toch een stuk lager dan wat dat de diameter aangeeft. Dus, en het punt blijft natuurlijk dat VRT Nu, de website, is geen volwaardig gratis alternatief. Want mensen, om volwaardig echt te kunnen kijken naar tv, heb je een abonnement nodig dat veel verder gaat. Een internetabonnement nodig dat toch een pak duurder is dan wat dat het goedkoopste is. Dus wij blijven deze beslissing van de VRT heel hard betreuren. Ja, ik wil ook weer nasluiten. Aansluiten trouwens op wat collega Segers zegt. Het alternatief, als er een alternatief zou zijn... Minister, dan denk ik dat, dat er ook geen discussie zou zijn in deze commissie bij herhaling. Hè? Er zijn twee dingen die opgemerkt worden. A, technisch, technologisch. Gaat het niet om uw computer, of uw laptop, op uw groot televisiescherm met dezelfde comfortmogelijkheden te bekijken. En ik denk dat dat op zich een legitieme kwestie is, die mensen aanhalen. Als het comfort... via VRT Nu naar uw televisie een stuk lager ligt dan via DVB-T, dan is dat een achteruitgang voor veel mensen. En dat moeten we dus zien. En ik vind ook dat de VRT dat eigenlijk snel voor elkaar moet krijgen. Zo snel als kan, natuurlijk technologisch. Ik ben ook geen techneut, dus ik kan er ook niet op antwoorden. Maar je schaft niet iets af als het alternatief slechter is. Eerste opmerking. Twee, dat... Blijkbaar zijn er ook nog een aantal problemen met rechten die niet gecleared zijn. Hè?
om via je laptop delen of programma's van VRT nu te bekijken. Hè? Zelfs in het binnenland. En tenslotte, ik kreeg van een pak mensen veel klachten over de standaardantwoorden die die consumenten, kijkers, al krijgen van de VRT-ombudsdienst of klantendienst. En ik vind dat de VRT eerlijk moet antwoorden op de vragen. En ik sluit mij een beetje aan bij wat vorige sprekers hebben gezegd over de fragmenteerde antwoorden die er zijn. En de antwoorden die zo onduidelijk zijn dat we er niet verder mee kunnen. Dus het zijn twee dingen. Het moet goed werken en even comfortabel zijn. En twee, men moet eerlijk zijn in zijn informatie en in zijn antwoord, minister. En ik betreur dat dat niet zo is. En ik geef het woord. Ja, zeer kort. De alternatieven, dus VRT nu, met andere woorden, wordt voortdurend geoptimaliseerd. Ik kan zelf als gebruiker op dit ogenblik niet zonder meer beoordelen wat het exacte kijkerscomfortverschil is tussen DVB-T zoals het is en VRT nu zoals het is en zoals het verder zal worden. Maar ik wil wel aangeven dat de optimalisatie van het alternatief, dat daar wel degelijk nog altijd verder niet alleen aan gewerkt wordt, maar dat verder technisch zal verbeteren, waar nodig. En twee, ik zal aan de VRT vragen om qua klantvriendelijkheid en heldere informatie nog meer inspanningen te doen. Meneer Van Dalen, het woord voor de kampeerders uit de Haanossel. Die DVBT kijken misschien? Ik heb geen verdere vragen meer, voorzitter. Dank u wel.